dames en heren, jullie hebben het net gevolgd gezien. De buurkermis geïntroduceerd. En een gesprek met die meneer aangaan. Jongeman. Jongeman. Gefeliciteerd met de eerste... Een hele mooie introductie die je had. Heb je daar over nagedacht of was het resultaat iets wat je mee opgevolgd? Ik heb over nagedacht. Ik heb wat gezien met de film. Met de maatjes van de film. En dat is een nieuwe jaar. Ik moet het wel in. We zijn hier zo bij de open dag van Media Werkplaats, de officiële opening van dit gebouw, weer de nieuwe locatie. En ja, dus dat zijn we aan het vieren eigenlijk, de opening van Media Werkplaats. Media Werkplaats, wat houdt het in? Wat wordt er allemaal zo wel gedaan? Nou, hier op Media Werkplaats worden alles wat met media te maken heeft. Televisie, radio... Nou, daaraan denken zeg maar. Ja, maar meer richting tv. Meer richting televisie. Ja. Ja, de radio dat is er nog niet. Hou me ten goede, dat komt er nog aan. Misschien in het... Dat komt nog. Maar voor nu is het alleen televisie. Nu alleen gericht even op televisie, de radio komt eraan. Dat komt eraan nog veel meer... Ja, even geduld. Het kan heel hard gaan, hè? Je weet hoe het gaat. Ja, daarom. Dus, een keer heb je niks, een andere keer dan... You know, you dig it. Ja. Yeah. Opgebouwd. Ja, zeker. Dat is zeker zo, ja. Ja. En wie organiseert dat? Dit? Nee. Dit is initiatief in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Nog wat andere partijen, toch? Als ik het goed heb. En nog wat andere partijen, maar dan, daar weet ik niet zoveel vanaf. Dan moet hij bij een andere meneer zijn, die kan hier nog veel meer over vertellen. Oké, zullen we even zoeken? Ja, ik zal het daar wel even aanwijzen. Wat ik zelf hier doe is, ik ben editor. Leerling-editor, dus de professionele mensen hier zo leren me alle kneepjes van het vak. Zodat ik zelf later ook een vakman ben. En zelf aan de slag. Ja, zelf aan de slag kan met dingen. Zoals jullie weten ben ik... Dat is heel leuk. Ik ben er altijd al mee bezig geweest. Dat is eigenlijk ook hoe ik hier binnen ben gerold. Eigenlijk omdat ik zelf al mee bezig was in Overschiet. Mm-hmm. En hier bieden ze me de mogelijkheid om me nog verder te ontwikkelen. In hetgene waar ik al mee bezig was. Dus dat is een zegen, weet je. Ja, hetgene waar je mee bezig was, dat je dan daar verder in kan. Ja, dan kan ik daar, ja, precies. En dat wordt je nu geleerd door ook professionele mensen. En... professionele apparatuur allemaal, alle technische dingen, alle technische snufjes en zo. Dat wordt me nou allemaal wijsgemaakt, weet je. En ik ben daar heel dankbaar voor. Oh ja, lukt het een beetje? Ja, het gaat lekker. Pikt het vrij snel op. Ja, ik ben een hele snelle leerling, al zeg ik het zelf.
maar ik mag ook, ja joh. Maar ik zie het zo van, als je iets leuks vindt en je gaat ervoor, dan kan niets je tegenhouden, weet je wel. Dan ga je er gewoon voor. Dat is waar, gewoon proberen. Ja. Nee, heb je, ja, kan je krijgen, toch? Zo is dat, op z'n Rotterdams, hè? Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor dit interview. Oké, okay, graag gedaan. Ook jullie ook bedankt voor jullie komst. Ja. En we gaan nog even rondkijken. Ja. En ik wou nog even een kleine promotie, dat kan altijd wel even. Daar zijn jullie ook natuurlijk weer van de partij 11 december in Overschie Musica. Dat is de Pimp My Block awardshow. Oh, gers, leuk. Ja. Dus nu worden de prijzen uitgereikt. Oh, daar. Oh, kijk, zet hem even zo. Dit was de kick-off dan. En nou de award party, die wordt dan ook weer uitgevoerd. Dus daar gaan jullie natuurlijk ook weer een reportage van maken, toch? Ja. En Ramp TV is ook natuurlijk... Als het goed is wel. Natuurlijk is dat goed. En Rem TV zal er ook aanwezig zijn. En dat wordt ook weer een hele mooie happening. You know how we do that. Oh, gezellig. Ja, you know. Klinkt gezellig. You know how we do this. Melanin op je beeldscherm. OVTV. Zebra Star Entertainment. En we coming at you, man. 2010. Hou ons in de gaten. We gaan knallen. Oké, dankjewel. Oké, man. En nog veel plezier. Dankjewel. Jullie ook bedankt, Star TV. Church. Oké. Oh. Hallo. Hey. Hallo. Hoi. Wat ben je hier zo aan het doen? Ik ben vandaag hier om kennis te maken met de Media Werkplaats. En om te kijken wat er allemaal qua activiteiten en projecten plaatsvinden hier. Oké, wat heb je al gezien? Veel. Je hebt veel gezien ook. Veel gezien, veel mensen, veel leuke initiatieven. De Hondcam, dat is een heel leuk initiatief. Daarachter worden kinderen door middel van het opnemen van films en het editen, worden zij in een bestaande film geëdit. En dan kunnen de kinderen zien hoe zij in een grote film als Mindy of andere grote films uiteindelijk eruit zullen zien. En daarnaast heel veel interessante apparatuur en indrukwekkende apparatuur en allerlei andere projecten. Dus, groot allemaal, hè? Ja. Heel groot, heel groot. Dus echt, ziet er mooi uit, ziet er professioneel uit en heel kleurrijk. Ja, dus, ik vind het een toegevoegde waarde voor het Oude Westen. Nou, oké. Wat verwacht je nog meer te kunnen zien? Of... aan beeld te kunnen nemen? Ja. Ik weet niet of ze nog maar bepaalde dingen hebben waar je... Ik hoop dat ik inderdaad heel veel mooie reportages van verschillende projecten op internet kan zien. Dat het buurtcamp project, dat ook mooi ontwikkeld wordt. En dat er uiteindelijk ook een heel leuk dvd of een uitzending op televisie te zien zou kunnen worden. En verder heel veel jonge mensen die heel veel leren. En ook mediadeskundigen zoals u, iemand interviewer, een montagemaker, een cameraman, een cameravrouw, dat die hier opgeleid worden. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, dat is leuk. Is dat de bedoeling ook? Waar ze hier naartoe streven, denk je? Dat is wel een deel van de missie van deze organisatie, dat zij ook jongeren praktijkervaring bijbrengen om met verschillende media aan de gang te kunnen worden. Ja, met de radio, maar ook televisie zal veel aan bod komen, denk ik, hè? Ja, u heeft al hier heel veel videocamera's gezien en televisies, dus ik denk dat op gebied van beeld en audio en video heel veel gaat gebeuren. Ja, ja, audio was nog niet zo hoog, maar dat komt er ook aan. Ja. Maar het is nou ook meer tv-gericht, hè? Ja, oké. Dat is al heel mooi. Ja. Dat is al de eerste stap, lijkt mij. Ja, prima. Ja, je moet ergens beginnen, toch? Ja, is precies. Zeker. Ja, dat is waar. En de eerste stap is goed, dus heel veel belovend. Mm-hmm. Oké. Dankjewel voor het interview en nog veel plezier verder. Alsjeblieft. En heel veel succes. Bedankt. Oké, dank u.